Ik ben hier in het conservatorium in Rotterdam om de groep Fortune te interviewen. Ze hebben aan de sing-off meegedaan en zoals je hoort kunnen ze echt zingen. Ze zijn aan het oefenen. Dat klonk vet. Oh ja. Kom man. Tof je er zin? Hey. Hey. Hi. Hey. Rustig. Oké. What's up? Hey. Weet je dat moe? Zo, dat klonk echt heel goed. Fortune, jullie naam. Wie heeft hem bedacht en waar staat het eigenlijk voor, die naam? Ja, ik heb die naam bedacht. De naam staat voor Fortune, dus voor muziek. Want het is dubbelzinnig. Je schrijft het FOR-tune. Dat staat voor Fortune, voor muziek. En het woord Fortune betekent fortuin. Dus voor ons is muziek ook tegelijkertijd een fortuin. Hey guys, jullie zijn een a cappella groep. Wat is er nou zo moeilijk aan a cappella zingen? Luisteren. Timing, want je doet natuurlijk samen. En je maakt eigenlijk samen muziek. Dus je moet eigenlijk een band voorstellen. En iedereen is een aparte instrument. En je moet dat toch weer samen doen en samen klinken. Dus dat is wel het moeilijkste. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? Hoe zijn jullie begonnen, Fortune? Nou, met het Tell the Praise Gospel Choir hebben wij aan de koorslag meegedaan. Toen zijn wij met Tell the Praise Gospel Choir vierde van Nederland geworden. Uiteindelijk, op basis daarvan, is onze muzikale leider Stanley Clementina gevraagd om aan een avontuur mee te doen, de sing-off. En we gaan natuurlijk niet met de koor aan elke competitie meedoen. Dus op een gegeven moment hebben we van het koor 6 leden, heeft Stanley Fortune opgericht. Aan de sing-off hebben jullie meegedaan. Hoe was dat om aan de sing-off mee te doen? Hoe vond je dat? Het was echt heel erg spannend en ook heel gezellig, want we waren echt 24/7 eigenlijk samen. En heel veel van geleerd. Het was echt een rollercoaster eigenlijk. Dan leef je naar die opnamedag en dan als je tevoren krijgt dat je weer door bent, dan begint alles weer opnieuw. Vonden jullie het moeilijk dat de sing-off werd ingekort? Baalden jullie daarvan? Ja, eigenlijk wel. Je bereidt je toch voor op een lang avontuur. Je hoopt natuurlijk zo ver mogelijk te komen. Je gaat in het begin ook uit van 10 afleveringen. En het zijn er toch wel een aantal minder geworden en dat is dan wel heel jammer. Want ja, uiteindelijk wil je nog maar tegen één groep tegenover hen staan om in die finale te komen. En dan vervolgens is er een finale met 4 groepen. We zaten ook echt uit het niets, zaten we ineens in de halve finale. Ja, dat was echt heel spontaan. We hebben in ieder geval finale gehad. We made it to the semifinals, Fortune. Kijk, dat is weer positief om te zeggen. Ja. Wat was nou de belangrijkste les, Ivan, die jullie daar hebben geleerd? Nou, de belangrijkste les wat we daar hebben geleerd als groep is in elkaar blijven vertrouwen, in jezelf blijven vertrouwen en gewoon eigenlijk, maakt niet uit wat de tegenslagen zijn, om constant je hoofd omhoog te houden en blijven doorgaan. Welke rol speelt nou het geloof in jullie groep? Nou, zeker wel een belangrijk, eigenlijk de main issue eigenlijk, daar draait het allemaal om. En hoe geven jullie dat dan vorm? Want je zegt het is de main issue. Hoe doen jullie dat dan? Bijvoorbeeld als jullie zijn, we kwamen net binnen, ja. Toen waren jullie aan het oefenen. Hoe start zo'n oefening dan? Doen jullie dan ook iets? Of? We dansen meestal gewoon rond. Kijken elkaar een beetje aan. Zo. Ja, nee. Meestal beginnen we ook gewoon altijd met een prayer. Met een gebed. We zien dat toch wel. We nemen dat ook als een leidraad. En Dat vinden we echt het belangrijkste. Dat geeft ons ook genoeg kracht. Hebben jullie wel eens, laat me het spanningen noemen. Als jullie aan het oefenen zijn, dat eentje zegt van, je klinkt niet. Of dat jullie boos worden of wat dan ook. Gebeurt dat wel eens? Het is een vorm van ontwikkeling. Je luistert naar elkaar. Je weet op een gegeven moment welke punten ter verbetering zijn. Welke punten er goed bovenuit springen. En daar maak je dan ook gebruik van, optimaal. Dus. Ja, maar je gaat niet echt boos worden op elkaar. Je zorgt dan, als de ene iets meer aandacht nodig heeft om een partij door te krijgen, dan gaan we daar wat meer tijd in stoppen. Of die persoon krijgt wat meer tijd om op zichzelf te studeren. Even. En dan komt het uiteindelijk wel goed.
Dus eigenlijk dragen jullie elkaar daarin. Ja. Je vult elkaar aan. En ja. We zijn goed in improviseren, dus mocht het fout gaan, dan, dan merk je het. Dan merkt niemand. Wat zijn nou jullie toekomstdromen? We zijn momenteel bezig met de theatertour. En er stromen ook boekings op ons af. En ja, we zijn ook met opnames bezig, dus jullie gaan heel veel van ons horen. Ik ben benieuwd, want jullie krijgen zo meteen de kans om te improviseren, want jullie gaan wat voor ons zingen. Welk nummer gaan jullie eigenlijk doen? Thank You van Boyz II Men. Nou, ik zou zeggen, take it away. Even though it's a